liepen naar het katshuis. En geen witrook, geen doorbraak. Helaas, weer niet. Wel moet een behoorlijk zware delegatie of een behoorlijk zwaar dossier. Gisteravond laat kwam de top van het kabinet bijeen. U ziet er hier wel een foto van. In het katshuis om te praten over de migratieproblematiek in ons land. Met de benen omhoog hielden ze de mogelijke oplossingen nog eens tegen het licht. En we zeiden het al, conclusie, helaas geen resultaat. Minimaal 2 bewindspersonen van elke partij schoven aan. Een zware ploeg en te begrijpen als we die verschillen op het migratiedossier nog eens even op een rijtje zetten. CDA en VVD die willen een beperking van de asielinstroom. Dat ligt dan weer gevoelig bij coalitiepartners ChristenUnie en D66. Die worden het dan op hun beurt weer niet eens over arbeidsmigratie. Gert-Jan Segers wil daar best over praten, over het beperken van die instroom. Maar dan horen de arbeidsmigranten daarbij, zo zegt hij. Nee, zegt de coalitiepartij D66, die hebben we veel en veel te hard nodig. Ondertussen heeft staatssecretaris Erik van den Burg, die hierover gaat, wel wat anders aan zijn hoofd. Die wordt dagelijks ongeveer door de rechtbank teruggeroepen over de gezinshereniging, het beperken daarvan. Elke dag dient er wel weer een rechtszaak, zo ook deze week. En continu wordt die in het ongelijk gesteld. De vraag is vooral, hoe lang gaan ze dit nou nog volhouden? Dat beperken van die gezinshereniging, toch een van die belangrijke pilaren als het gaat om de asieldeal. Nou ja, daaruit blijkt ook hoe acuut de situatie is. We hebben natuurlijk allemaal de beelden nog op ons netvlies van afgelopen zomer in Ter Apel. Dan hoor ik een informeel overleg. Benen op tafel. Past dat wel bij zo'n acute situatie? Nee, past niet bij zo'n acute situatie. Maar past wel bij een Tweede Kamer die uit 20 fracties bestaat. Dat is het probleem. En dus de huidige regering heeft ook niet een hele grote meerderheid in de Tweede Kamer. Laat staan in de Eerste Kamer hebben ze helemaal geen meerderheid. Nee, nee. Dus ze moeten eerst met elkaar praten. En telkens moeten ze rekening houden of ze kunnen een meerderheid creëren in de Eerste en Tweede Kamer. Ja, jij weet hoe misschien niet dit soort gesprekken gaan in het katshuis met die toppartijen. Maar wel hoe lobbygesprekken gaan en naar elkaar toekomen en polderen. Ja. Helpt het dan om het op zo'n informele manier te doen? Nou, ik hoop voor het kabinet wel. Hè. Dus ik neem aan dat er informeel er vooral om gaat. Dat er even geen issues zijn die niet besproken mogen worden. En dat men eruit moet zien te komen. Maar het is wel een beetje, het is exemplarisch voor wat er met heel veel crisis gebeurt. Is dat men het zo oneens is, maar ook weet dat als je elkaar loslaat en het kabinet valt, dat de ellende misschien nog groter is. Ja, dat je veroordeeld bent tot elkaar. En dan is de uitkomst vaak geen uitkomst. Of in dit geval een slechte wet die het niet houdt bij de rechter. Of, ja, En daarmee verliezen we eigenlijk het oog op de echt grote ambitie. Pas na een jaar ook, hè? Ja. Na een jaar hierover praten. Dit had je toch voor kunnen zijn, denk ik dan. Ja. Ja. Maar het klinkt nu een beetje alsof men met een fles wijn, benen op tafel, ja, het overleg alles heeft. Met alles, hè. Kijk, het feit dat bijvoorbeeld de instroom van vakkrachten, mensen die we horen net alle tekorten die we hebben. Daar gaan we het straks ook nog over hebben. Ja, je wilt dus wel mensen hebben die een beroep uit kunnen oefenen, die hier in Nederland onze huizen komen bouwen en tegenwoordig zelfs ziekenhuisbedden bemensen. Maar die vallen dan onder dezelfde deal als de migratie. En dan denk je, ja, wacht even, haal dat nou eens uit elkaar. Kijk nou eens even wat echt belangrijk is. Nou ja, dat. Later meer. Voor nu naar iets heel